Dorcas begint waar de weg stopt. Dat doen we op drie manieren. We gaan naar moeilijke plekken, vaak echte uithoeken, soms vol risico's. We zijn present in Zuid-Soedan en we geven het niet op. We zijn bij herdersvolken in Kenia die steeds weer te kampen hebben met extreme droogte. We zien vergeten mensen, de allerarmste, zoals oma Valentina uit Oost-Europa. Eenzaam en vergeten door haar omgeving. We zoeken haar op en moedigen mensen in haar buurt aan om voor haar te zorgen. We helpen mensen zelf aan te pakken en te ondernemen. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin mensen tot bloei en tot hun recht komen. We durven gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen te zoeken om de meest kwetsbare mensen te bereiken.